Hoi, ik ben Olivier. Ik woon en werk in Amsterdam en ben dol op de stad en zijn inwoners. In deze serie ga ik op pad met Amsterdammers die de stad zijn karakter geven. Jeugdje. Oh, die is sexy. Ja. Creatieve en enthousiaste alleskunner die graag de scheidingslijn tussen fictie en werkelijkheid vervaagt. Vandaag een dag met escape roommaker Victor. Goedemorgen, dat was snel. Hi, ik ben Olivier. Victor, welkom bij Sherlock. Dankjewel. Ik heb alvast een kopje koffie om te beginnen. Dankjewel. Maar ik heb geen idee, wat gaan we doen vandaag? We gaan een paar dingen doen. We gaan eerst hebben we wat meetings hier op kantoor en dan gaan we naar de beurs van Berlage, waar de escape rooms zijn, om daar eerst wat te klussen en dan gaan we een spel begeleiden. Klinkt ontzettend spannend. Ja, wordt leuk. Kom mee. Dankjewel. Heb jij een partner of een goede vriend of vriendin voor wie je misschien een leuke ervaring zou willen maken? Nou ja, zeker. Ik heb een partner. Dus tof, dan gaan we brainstormen over wat we kunnen maken voor diegene. Wat leuk. Dus ik krijg mijn eigen soort van puzzle escape room. Ja, dan krijg je een voorstel daarvoor. Nou, laten we gaan. Leuk. Dit doen jullie dus voor allerlei bedrijven. Kunnen mensen hier naartoe komen en zeggen, jongens, ik wil een persoonlijke escape room speurtocht maken. Ja. En dan helpen jullie zo met deze brainstorm om dat te faciliteren. Dat doen we. We doen het ook met musea, dat we binnen hun thematiek en hun collectie, met het Rijksmuseum bijvoorbeeld, een vette escape game gemaakt door het museum heen. En we zijn dus ook een eigen kit aan het maken waarmee je al die vragen die we stellen en het beetje het brainen, dat je dat zelf kan doen met je vrienden. Want het is veel toegankelijker dan het lijkt. Wauw. Ja. En dan gaan we nu dus uitproberen met mij over mijn vriendin Lotte. Ja, we gaan het alleen bedenken. Jij moet hem zelf uitvoeren. Oh, ik moet hem wel uitvoeren. Ja. Oké, nou ja, goed, laten we dan maar aan de slag gaan, denk ik. Ja, top. Wat is je lievelingsding aan Lotte? Ze is echt heel erg lief. Wat vindt zij spannend? Wat spinnen. Spinnen. Dus, heeft ze een lievelingsplek? Nou, wij hebben laatst een bankje gevonden. Heel romantisch in het Amsterdamse bos. En het was echt helemaal verstopt, dus je kon het niet vanaf de weg zeg maar zien. Dus hoe het nu een beetje begint te kristalliseren is denk ik, het wordt een ervaring rondom heel attent zijn voor haar en dat leren toestaan. Waarbij jullie in elk geval op een bepaald moment uitkomen bij dit bankje. Ah. Ja, en tenminste één spin tegenkomen. En tenminste één spin tegenkomen. De escape room waar we nu heen gaan, The Alchemist, daar hebben we 4 jaar aan gewerkt. Oké, dus dat is 4 jaar aan deze meetings combined. Ja. Nou, ik ben benieuwd, laten we daarheen gaan, want ik ben reuze benieuwd hoe dat eruit ziet. Je bent nu escape room maker, dat zijn niet beroepen die ik bij een beroepskeuzetest per se eruit zie rollen. Hoe ben je erop gekomen? Ik had een date. Ik wilde een leuke indruk maken toen in 2012 op een meisje die ik in Londen heel leuk vond. En een vriend had me getagd op een Facebook post van de eerste escape room die daar was gestart. Ik had er nog nooit van gehoord en hij zei dit is echt iets voor jou. Omdat hij wist dat ik zo van vooral avontuurlijk leven hield. Ja. Toen hebben we dus die date daar gehad en ik was blijkbaar, denk dat ik niet een heel attente of goede date was, want ik was enorm gewoon geïntrigeerd en opgewonden door die ervaring. Jij dacht, hé, wow. Ja. Ja. Dus zij en ik zijn gewoon vrienden geworden, maar ik ben helemaal verliefd geworden op het format van escape rooms. Dat je toch nog liefde eraan overgehouden absoluut. Aan de date. Ja. Ik ben benieuwd naar het resultaat van zo'n escape room. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ook. We gaan even achter de schermen kijken. Oh, wow. Hier begeleiden we de games. Ja. Dus vanuit hier wordt het spel begeleid? Ja, ze hebben hier het controlecentrum van 2 van onze escape games. Ja. Hier de architect, die kun je hier zien. En hier begeleiden onze host de Vault, onze inbraakervaring. Oh ja. En hier hebben we ook zo'n klusje voor jou, want in de Vault zit een heel mooi verzegelde brief. We hebben dit lijmpistool, die heeft de dubbele functie. Die kan namelijk ook lak kan die warm maken en dan maak je daar mooie zegels mee. Die is sexy. Ja. Kijk eens. En dan hebben we dus ons eigen stempel gemaakt. Ja. Alright. Zijn er meer dingen die ik al ontdekt? Ja, laten we even naar. We gaan nu naar de nieuwe escape room boven, de Alchemist. Ja. Daar is denk ik best wel wat te fixen. Oké. Okay. Nou, laten we gaan. Hé, hey, Marijn. Hi. Olivier. Marijn. Aangenaam. Jeetje. Geen karakter van zichzelf, maar dat hebben jullie wel gemaakt.
Ja, dus we hadden hiervan alleen de vloer, de muren en die airco-shaft. Dat was het enige wat hier in de ruimte zat en al het andere hebben we gebouwd. En we gaan dus klusjes hier doen, denk ik. Hè? Ja, ik bedoel, we staan hier niet voor niks. We kunnen mooi rondkijken, maar we moeten ook aan de bak. Oké, wat zijn we hier aan het doen? Hier zijn we thee aan het zetten. Dit is een speciale blauwe thee met butterfly pea tea. En dat begint als heel blauw. Ja. En als je er iets mee doet, dan is er iets anders. Heb je iets van scheikunde gedaan? Nee, maar ik vind het wel echt magisch. Ja, maar dat vind ik wel leuk aan de escape rooms, is dat je kunt je in alles wat je interessant vindt verdiepen en daar kun je een puzzel van maken. Dus we hebben ook een excuus om ons helemaal te verliezen. Toppie! Nou, dan zijn we hier klaar. Alright. Jongens, welkom. Van tevoren is het belangrijk, voordat jullie beginnen aan deze ervaring, even naar het toilet te gaan. Of als je moet in ieder geval. Maar het kan namelijk niet tijdens het spel. Dan gaan we lekker beginnen met alles. Hebben jullie er zin in? Zeker. Ja? Allemaal. Dus kom mee. Hebben jullie een beetje op de hoogte van wat er aan de hand is? De tovenares is geëxplodeerd. Zij is verdwenen. We weten niet precies wat er is gebeurd. Er is een gigantische energy surge geweest. We zagen op de camera's opeens was alles wit. En daarna was ze weg. Er is één manier om met mij te communiceren. Dat is via deze. Heel veel succes, guys. Zet hem op. Zegen nu. Oké, gaan we. Ja, hier, dit gaat in een razend tempo. Ja, nee, zij moeten nu even snel wat ontdekken. Ja. En dan moet ik klaarstaan om iets te doen. En ik kan me best voorstellen, je moet ze op beeld in de gaten houden. Je moet het spel in de gaten houden. Je moet... ik zie een koptelefoon liggen waarmee ook nog geluid. Precies. Dus je moet best wel veel dingen tegelijkertijd doen. Ja, het is echt best wel wat werk voor een spelbegeleider. Oh, ik zie nu, ja, kijk. Ja. Oh, het is over. Oh, no. Nou relatief lang. Ja. Ik hou mijn hart vast voor de rest van de game. We zijn in ieder geval bezig en ze zijn nu lekker de instructies aan het lezen. Ja, precies. Ja, ik denk dat het nog een beetje onzeker is. Ja, ja, ik hoop dat ze wat assertiever worden in de loop der. Ik ga even het dicht wat ze nodig hebben, ga ik even aanzetten dat het gaat ademen qua licht. Kijk, ze snappen hem. Fijn. Je ziet als mensen ook zelf niet op onderzoek echt uitgaan. Ja, nee, dan moet je ze heel erg met je stuwen. Ja. Daarboven ligt een scroll. En er zitten allemaal flappen. Stoffen flappen. Ja. Met tekeningen van een leeuw, nog een paar andere dieren en een paard. Die zijn verdeeld over die flappen. Dus alleen als je alle flappen op de juiste manier vasthoudt, dan kun je één dier zien. Ja. Ik ga jou even storen tijdens het spel met wat korte dilemma's voor jou. Okay. Museum of een bioscoop? Bioscoop. Een comedy show of een opera stuk? Comedy show. En wil jij dan liever naar een concert in Paradiso? Of een concert in het concertgebouw? Paradiso. Ga je liever met de tram of de fiets? Fiets. Winter of zomer in Amsterdam? Zomer. Een blokje kaas met of zonder mosterd? Met mosterd. En wil je dan liever lopen door het Vondelpark? Of fietsen door het Amsterdamse bos? Oh, lopen door het Vondelpark. Boodschappen op de Albert Kuip of op de Dappermarkt? Oh, ja, Dappermarkt is dichter bij mijn huis. Laten we wel blijven opletten, want straks zitten ze wel vast. Ze zitten gelukkig nu op een deel waar ze weinig hulp nodig hebben. Gelukkig. Alles opmaken voor de climax. Yeah. Indeed. Nou, er ligt in ieder geval nu niks op de ringen, dat is fijn. Maar dat gebeurt meestal daarna wel, dus dat moeten we even fixen. Oké, nou, kijken of ze dit goed doen. Ja. Nee, niet als één ding. Ja, godzijdank. Ja, fijn! Ja, je kan er wel even stiekem heen gaan. Ja. Kom. Oh.
niet uit. Gelukt. Ja. Yeah. Hoe ging het? Wat is jullie impressie van het spel? Sommige opdrachten vonden wel lastig. Ja? Yeah. Wel tricky. Wat vonden jullie van jullie samenwerking? Ja. Fijn. Twijfelen zie ik ook. Ik zie niet dat jullie zeggen dat te gek. Het viel me op dat jullie heel erg samen speelden als één groep. Maar denk je wel dat jullie wilden spelen? Ja. Ja. Ik vond het hilarisch om jullie te lezen te zien. Ja, dat dacht ik wel. Allemaal lekker erbij, weet je wel. Het was een beetje frustrerend dat we dachten... Ja, maar dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Want weet je, ik vraag dan wat er van moet gebeuren en dan weet ik dat. En dan zie ik jullie de verkeerde kant op en denk ik nee! Weet je wel, dus... Het is een goede televisie. Ja. Ja, het is geweldig. Ik vond het te gek om zo de hele dag bij te zijn. Van een brainstorm tot aan het klaarzetten en de klusjes doen. Tot aan het spel begeleiden. Maar de vraag is eigenlijk, waarom denk jij dat ik hier goed in ben? Of denk je eigenlijk, doe het sowieso maar niet? Ik denk dat je hier fantastisch in zou zijn. Ja? Ik denk dat je een hele leuke spelbegeleider zou zijn. Omdat je gewoon zoveel leuk commentaar achter de schermen kunt geven. En je gaat nog bewijzen of je een goede ontwerper kan zijn. Want ja. We hebben je een klein zetje gegeven met ideeën voor Lotte. Ja. En nou is het aan jou om er echt iets van te maken. Precies, daar moet ik wel wat mee gaan doen. Ja. Super bedankt voor deze hele dag. Ik heb echt enorm genoten en heel veel succes. Dankjewel, hè. Ciao. Doei. Ik heb geleerd om niet te oordelen. Dat is wel heel belangrijk ook binnen het werk wat wij doen. Alright. Ja, even fixen. Ja, want dit is niet goed, dit geluid.